Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Contact met Asha Mongra, ze is huisarts in Suriname en ze is ook voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen. Asha, hoe gaat het in Paramaribo? Je bent in Paramaribo? Nee, ik ben momenteel in jouw land, in Nederland. Je bent in Nederland? Ja, klopt. Wat doe je hier? Voor een kort bezoek. Ik moet een aantal zaken hier in orde komen maken. Uh-huh. En ik moest toch ook voor mezelf, om persoonlijke redenen, moest ik ook even hier zijn. Okay. Ja, dus vandaar dat ik eindelijk na jaren weer in Nederland ben. Jaren? Hoe lang ben je niet geweest? Ik denk iets van 7 jaar hoor. Nou. Want het is heel moeilijk natuurlijk gezien de omstandigheden. Uh-huh. Om dus natuurlijk op reis te gaan en voor mij om naar Nederland te komen. Het is heel moeilijk. Hmm. Dus vandaar dat het eigenlijk nu eindelijk gelukt is om het een en ander hier te komen doen. Mee belangrijk is. Overweeg je om te blijven? Ja. Want als ik social media volg, dan lijkt het alsof een soort, hoe noem je dat, een exodus is in Suriname, dat heel veel mensen Suriname willen verlaten en gewoon Suriname achter zich willen laten door alles wat er dat klopt. Heb je dat ook een overweging? Nee, ik zelf niet. Dat heb ik dus niet de overweging. Ik heb natuurlijk wel de problemen die er zijn in het land. Daarmee word ik ook geconfronteerd als arts ook om je werk te kunnen doen. In ieder geval toch nog een beetje een normaal of een redelijk leven te kunnen leiden. Dat gaat heel moeilijk. Maar ik kan me dus voorstellen dat voor vele mensen en zeker ook voor de jongeren die in feite denken aan een toekomst te moeten opbouwen. En natuurlijk ook die een huisje willen hebben. Kinderen die in ieder geval ook een toekomst kan verzekerd kan worden. Dat is helaas niet in zicht. En dat is dus heel erg, omdat mensen nadat we dus een hele moeilijke periode al hebben gehad, sinds jaren in feite, is het zo dat het volk van Suriname het erg moeilijk heeft vanwege dus de problemen bij de opeenvolgende regeringen, dat de armoedegrens hoog is in Suriname. En natuurlijk met de kader heeft het ook moeilijk, dus die trekken ook weg. Maar ook anderen die daar werken hebben heel veel moeite. Maar verpleegkundigen, onderwijzers, allemaal die de handen weg. En het jammerlijke is natuurlijk dat nadat we dus de vorige regering al hebben gehad, dat we dachten, hé, dat was heel erg. We zijn dus in ieder geval waren we financieel ook al failliet. Dat er zoveel beloofd is geworden door deze regering, dat de mensen nog een beetje hoop hadden. Om te denken van oké, laten we hopen natuurlijk, gezien de beloften die gedaan werden, dat het goed zal gaan. Dat ze nog willen blijven. Velen willen niet uit Suriname. Maar we zijn zeer teleurgesteld. En het is erg in ieder geval dat je ziet na 3 jaar van deze regering, dat er geen zicht is op verbetering. En het is veel erger geworden dan wat het was. Dus natuurlijk de mensen die in ieder geval denken van hé, ik moet kijken op wat voor manier ik dan ook het land uit kan gaan om voor zichzelf en ook voor hun gezin een beter toch nog een toekomst te kunnen krijgen, die doen dat. Want je kan denken van hé, ik heb een paar jaren gaat het moeilijk, maar als je licht ziet, wat ze zeggen nog allemaal, er is licht in de tunnel, maar wij zien alleen maar geen licht in de tunnel, dan gaat men op zoek natuurlijk naar een beter toekomst waar ze in ieder geval garanties kunnen hebben. En daardoor heb je dus wederom voor de zoveelste keer, zoals hij binnen onafhankelijkheid, dat een deel van de Surinamers al weg zijn gegaan. Tijdens de militaire dictatuur zijn weer heel wat Surinamers hebben het land verlaten. En zo kregen we dus elke keer op een gegeven moment dat Surinamers het land verlaten. Van wie op zoek naar een toekomst en een betere toekomst. En nu kregen we weer een exodus. En ditmaal kreeg je dus, zie je dat ook veel middenkader het land verlaat. We hadden al weinig kader. En het restant wat we nu hebben, je ziet het bij de medici, bij onderwijzers, bij verpleegkundigen. Die verlaten het land, wat natuurlijk weer ernstig is. Dat is heel beschrijvend als je zegt dat iedereen Suriname wil verlaten. Als ik het samenvat, dan lijkt het alsof... is Santokki slechter dan Boutersen? Regering Santokki slechter dan regering Boutersen? Nou, ik denk in ieder geval dat... laten we zeggen, bij Boutersen had ook
de deel van Surinamers hadden nog hoop in hem. Je weet wel, die sociologie die er gepredikt werd toen. En die dan ook had gezegd van die front die ervoor was. Daar had je helaas ook, ze hadden een bepaald beleid om dus in ieder geval de boer stabiel te houden, et cetera. Maar daar had je toen al bijna 70% of zo was onder de armoedegrens. En daar kreeg je al ook die sociale maatschappelijke excessen als suïcide, et cetera. Dus op een gegeven moment toen kwam Boutersen. En die beloofde dus ook met een soort lobby, et cetera, dat hij dus beter zou doen. Het leek alsof in de eerste jaren het goed ging. Maar toen daarna, na 2005, et cetera, begonnen we natuurlijk te zien wat er allemaal werkelijk gebeurde. En nou, voor de verkiezingen ook, dan die tijd, paar jaar ervoor al, dan merkten we dus ook dat de staatskas leeg was. Dat was al erg genoeg voor de gezondheid, zoals je weet. Maar al die perikelen die we toen al kregen. En ditmaal was het zo dat de Suntoki die had dus beloofd alles wat in feite fout was gegaan toen, wat het volk aangaf. Onder andere bijvoorbeeld het bestreden van corruptie. En in ieder geval meer mogelijkheden, dus wat landbouw betreft, wat gezondheidszorg betreft, wat ons, alles wat in ieder geval verkeerd was gegaan, was letterlijk beloofd dat het beter zou gaan. En dat is dus niet gebeurd. Dus het beetje hoop dat die mensen hadden, dat gebeurt niet. En wat ook ernstig is natuurlijk, ik zeg altijd, als je een land wil ontwikkelen, moet je tenminste ontwikkelde mensen hebben, toch op de juiste plaats. Dat zijn de mijlpalen voor ontwikkelingen. En als dat ook beloofd was, en eerder gezien was dat het niet werkte en je dat doet en misschien nog in ergere mate, dan kreeg je op een gegeven moment hier de ontwikkeling uitbreef. En zoals eerder al bekend, de friends and family, dat is, het is verschrikkelijk voor het land. Want je krijgt daardoor in feite dat de juiste mensen op de juiste plek komen en dat de corruptie alle handen natuurlijk de bovenhand worden. Dus er is geen zicht op verbetering. Als je geen mensen hebt die beleid kunnen maken en goed beleid maken en dat je geen integer leiderschap hebt. En dat krijg je natuurlijk, dat je kan blijven te denken van hier, waarop wachten we eigenlijk? Want we zien tenminste, het volk voelt het. En elke keer wanneer er bijvoorbeeld gezegd wordt van ja, en nu zal het goed gaan, nou, dat gebeurt dus niet. En de koers die bleef natuurlijk heel hoog en de instabiele koers die we hebben met alle gevolgen van die mensen kunnen gewoon, ze kunnen geen brood op tafel willen zetten voor hun kinderen. Niks kan gebeuren, je kan geen kinderen op school. Zelfs school zelf kunnen ze kinderen die sturen. Mensen hebben soms geen geld om naar de dokter zelf te komen. Ik moet veel patiënten met die telefonisch zoveel mogelijk consulten doen. En dan nog proberen om te kijken als het via app gaat. Maar terwijl ze met je praten, bam, daar hebben ze geen wel te goed meer. Mensen kunnen zich niet verplaatsen. Dat is in feite wat je natuurlijk krijgt. En als men dat allemaal ziet en dit gaat in ernstige mate, dan kunnen we constateren dat het veel erger is dan wat we eerder hadden. We begonnen al moeilijk. En wanneer je niet de juiste manier toepast en de juiste mensen op de juiste plaats en daadwerkelijk ontwikkeling weer, dat twijfel ik aan. En tot nu toe de leiders die we hebben gehad, willen die ontwikkeling. Dat vind ik het ergste. Waar ze willen, ze er weg. Maar ze willen niet. Ze kiezen voor andere dingen. En dan kreeg je dit op een gegeven moment. Dit, het volk, nu willen we ook niet meer. Okay, het volk heeft geen vertrouwen meer. Je bent een paar dagen geleden uit Suriname. Wat voor land heb jij achtergelaten? Hoe zou je het samenvatten? Nou, je ziet in feite, je voelt eigenlijk dat de mensen erg verhit zijn. Het volk is namelijk, Surinaams volk is iemand heel, het is altijd, ik heb altijd ook voor Suriname gehouden. Omdat de mensen zijn heel vriendelijk. De mensen houden van Inos Bang, zo lieven ze ook. En het was altijd vredig. Maar dat wat je nu ziet, is je voelt in feite dat het te lang, te hard is geweest voor het volk. Met alles wat ze meemaken. En nu voel je in feite dat ze, dus je voelt alsof het volk verhit is. Nu kunnen ze niet meer, ze willen niet meer. Ze hebben al te veel geïncasseerd. Alle reserves zijn op, letterlijk en figuren. Financieel ook voor vele mensen. Je hebt geen enkel reserve meer. Als je geen geld hebt, heb je geen geld. Als je daar bovenop ook nog niet op tijd betaald wordt. Dat je een van de maand, als je geen geld krijgt op tijd, heb je gewoon helemaal niks. En het klein beetje dat je hebt is binnen. Je gaat naar de supermarkt en je betaalt 1000. Dat zijn die voor de meest simpele dingen die je nodig hebt. Ga maar na. Dus het volk is, je voelt duidelijk dat ze dus, ze zijn erg gestrest. Dus je voelt in feite dat ze ook eigenlijk,
dat het verhard wordt. Mensen in het verkeer voel je het. Je voelt in de omgang ook meer dat mensen, ze worden agressiever. Dat voel je gewoon, want ze kunnen het niet meer aan. En dat is wel zeer verontrustend. En je ziet het natuurlijk ook met de criminaliteit die ernstiger wordt ook. Mensen voelen zich niet veilig, want ja, als je mensen die uitkomen, dan gaan ze stelen. Snap je? Dus dat is het gevolg wat je krijgt, is een van de gevolgen. Maar je ziet ook weer meer, als je zegt, kom je hier meer prostitutie, dat hoor je ook. Dat er veel meer op die manier dat mensen in ieder geval proberen om toch nog aan geld te komen. Drugsverslaving neemt toe bij jongeren, dat merk je ook. Je merkt allerlei maatschappelijke excessen wat je krijgt, wanneer armoede toeneemt. Dat gebeurt nu en misschien nog in veel ernstigere mate. En de mensen die proberen natuurlijk ook om het land uit te gaan. Je ziet veel, en dat vind ik erg, dat maak ik als huisarts mee. Dat bijvoorbeeld de verpleegster die gaat dus naar Nederland of gaat ergens in het Caribisch land. Om daar te proberen om op die manier een werk te vinden. Om van hieruit dan toch geld te sturen voor de gezinnen. Dus je krijgt daardoor ook weer dat gezinnen uit elkaar gerukt worden voor de zoveelste keer. Snap je? En dat is triest. De senioren burgers, die hebben het verschrikkelijk, want die kunnen niet weg. Het verhaal is zo aangrijpend dat ik niet durf tussen te komen. Ik wil dan toch op jouw vakgebied, dat is de gezondheidszorg. Je hebt zelf praktijk, hè, als huisarts. Alles wat er nu gebeurt, de ellende, is het ook daar te merken in bij de volksgezondheid? Ja, absoluut. Je hebt dus een aantal mensen die ook niet verzekerd zijn. Dus dat ze een verzekering niet kunnen betalen. Je hebt bijvoorbeeld mensen die op een bepaalde manier aanspraak maken op een verzekering. Maar ik zeg maar wat, wanneer bijvoorbeeld een kind boven de 18 is, of wat dan ook, dan krijg je geen aanspraak meer op een bepaalde verzekering. Dus je krijgt dus dat vele mensen ook niet meer verzekerd zijn. Ze kunnen hun verzekering niet betalen. Dat is ook moeilijk, want dan komen ze bij de dokter en pas wanneer het erg is, komen ze naar de dokter, want ze proberen de dokter natuurlijk te vermijden als je geen geld hebt. Anderen hebben dus ze wel verzekerd, maar wanneer ze de medicijnen gaan zoeken, zijn die medicijnen niet te krijgen, dan moeten ze daarvoor weer bij betalen. Je hebt bijvoorbeeld ook wanneer ze voor bepaalde ingrepen moeten gaan, moeten krijgen, dan betaalt dus bijvoorbeeld het verzekering maar een bepaald deel, de rest moeten de mensen zelf betalen. Waardoor vele mensen dat niet kunnen. Toch een bepaalde ingreep. Ik weet ook, toevallig had ik het ook van, ik weet nog een assistent die op de oogpolie werkt, die zegt, dokter, het is vreselijk, die mensen moeten een bepaalde injectie, is dat je moet geven, dus voor het oog. En het kost zoveel. En de mensen hebben vaak geen geld. Ze kunnen het niet betalen, verzekering betaalt misschien een deel, maar daarna heb je dus dat de mensen moeten betalen om dat te kunnen krijgen. Nou, dat kunnen ze niet. En daardoor kreeg je natuurlijk dat vele meer dingen gebeuren in de medische zorg, complicaties kunnen voorkomen. Of dat mensen werkelijk misschien allerlei ziektes krijgen en ook misschien ook oogproblemen krijgen. Wat wij niet eens zien meer daarna of weten daarna. Weet je daarbuiten. Maar ik denk als je bijvoorbeeld zo nagaan bij verschillende specialisten, wat ze allemaal zien en waar ze niks aan kunnen doen, is het zelfs voor de medici is het heel erg om dat mee te maken. Omdat je dan, bepaalde dingen kan je dan niet doen voor de mensen. En ook de middelen, wat medici nodig hebben in ziekenhuizen ook, zijn er vaak niet de benodigde middelen die je nodig hebt om bepaalde ingrepen, et cetera, te doen. Ik begreep ook van een specialist die zegt van, we proberen in ieder geval mensen die echt cito-gevallen zijn, die proberen we dan te helpen. En zelfs daar moeten buizen spreken wachttijden voor doen, omdat we bepaalde middelen niet hebben. Snap je? Dus dat is in ieder geval wel triest dat je ziet dat op een gegeven moment ook de zorg, dat het daarin misgaat. Fysiotherapie bijvoorbeeld. Ik zelf moest bij de fysiotherapeut gaan. Nou, SZF betaalt misschien een deel, toch? En dan heb je bijvoorbeeld dat je een paar behandeling of zo kan krijgen. Maar de fysiotherapeuten ook, die hun kosten die zijn hoger, ze hebben hogere prijzen nu. Dus vele mensen kunnen ook niet eens naar de fysiotherapie gaan, omdat ze dus beginbedrag niet kunnen betalen en misschien zelf vervolgbedragen niet kunnen betalen, om maar wat voorbeeld te noemen. Dus voor vele mensen wordt zorg onbereikbaar, met alle gevolgen van dien. Ja, maar dat is ernstig. Dat is heel triest. Maar dat kan toch niet zo verder?
Ik bedoel, er wordt vaak gesproken over in een tunnel met een licht erin. Zijn raam heeft geen tunnel. Was dan lucht. lucht in. Ik weet niet wat voor licht ze zien, maar weet niet wie licht. Ja, misschien ook, misschien ook tunnelvisie. Ik weet niet wat voor licht ze zien. Nou, er zijn geen tunnels in Suriname, toch? ik wil ook zeggen dat mensen... Sommige graven hele diepe tunnels, maar is het waarschijnlijk naar grote aanleidingen. Er wordt ook grappen gemaakt over tunnelvisie en al die woorden komen voorbij. Ja, ja. Hoe zie je het? Zie je oplossing op korte termijn? Want het kan niet, je kan niet zo doorgaan. Ik zie geen oplossing. Dit gaat in oplossing simpelweg. Kijk, ik zie geen oplossing simpelweg. Ik bedoel, ik ben arts, toch? Ja. In ieder geval, als ik bijvoorbeeld wat ik eerder ook heb uitgelegd, dat ze steeds hebben van Suriname ligt op de operatietafel, hè, wat dan ook, weet je wel. Mm-hmm. Als dat zo is, en dat is gewoon ernstig, er is een financiële crisis in het land. Ja, toch? Dan moet je de beste mensen hebben. Toch, ik bedoel, je gaat toch niet door, wat ik eerder ook al zei, je gaat toch niet door een slager geopereerd willen worden. Of een timmerman, als je op de operatietafel zit. Dan ben je toch door de topdeskundige worden geopereerd. Toch, om maar simpelweg te doen. Nee, lijkt me logisch. Dat is logisch, dat doe ik ook. Dus wanneer het beleid bepaald wordt door mensen die niet deskundig zijn, of überhaupt niet iets ontwikkelingsvisie hebben, of tenminste nog niet eens in staat zijn om bijvoorbeeld beleid te voeren, of te weten misschien wat het woord betekent zelf, daar heb je een probleem, hè? Ja. Dan hoe moet ik eigenlijk hoop hebben dat het beter gaat? Maar hoe kan je dat... Kan niet, toch? Mevrouw Moegra, hoe kan dat nog anno 2023 dat jij een capabele leider kiest? Zouden toch slim stemmen en voor slimme mensen kiezen? Waar is het misgegaan? Dan moet je misschien vragen aan degene die zei dat mensen slim moesten stemmen. Nee, maar ik ben voorstander van slimme mensen in het beleid. Ja, maar het is toch niets mis mee met slimme mensen in het beleid waar jij ook voor nu pleit? Kijk, ik heb in ieder geval, mijn visie was steeds, en dat heb ik eerder ook al gezegd, toen ik voor die verkiezingen kwam, zei ik steeds, dat was mijn visie, mijn persoonlijke visie, dat is wat Suriname nodig had, was een zakenkabinet. Omdat in mijn ogen de oude politiek al genoeg had bewezen dat, het niet meer, dat ze dat niet konden. Dat is steeds misgegaan, dat hebben we al gezien. En de tijd waarin we leven, wanneer je praat over een crisis, dus wanneer ik je zeg ook medisch, zoals ik zie iemand die ernstig is, daar heb je geen tijd om te kletsen en van luister, die wil die ministerie en die ga ik je regelen met dat en dat mag je mee. Ik bedoel, die tijd heb je niet. Je hebt gewoon, je moet dat wezen in leven houden. Dat is een tsunami, je mag een patiënt moet je in leven houden ook. Dus dan moet je de beste mensen hebben. Je hebt geen tijd meer. Toch, om dat soort akkefietjes uit te halen. Je hebt geen tijd om een neef, een broer, een zus, of weet ik veel, wat familie daar te zetten die geen know-how heeft. En daar gaat het dan mis. De tijd waarin we al eerder waren na de regering bouwden, was al zo ernstig, dat je in feite een groep van deskundige toptechnocraten moet hebben, die niet meer te maken heeft met dit soort idioterie, maar die werkelijk zaken zou moeten aanpakken op elk gebied om Suriname weer op de rails te krijgen, zeker financieel. Toch? En dat had je nodig, dat was mijn visie. En als je dat niet hebt, dan begin je weer, zijn we weer op hetzelfde weer gekomen, toch? Dat er weer een regering, en dan heb je weer bijvoorbeeld de VHP, en de ABOP, en de NPS, en dat gedonderd hetzelfde weer als voorheen. Het gaat niet veranderen. De mensen, hun mind, hun alles is hetzelfde. Die we jaren hebben mee. Wat is jonger in het land? Ik bedoel, die jonge mensen die nu op internet et cetera bezig zijn, die verdienen beter. Mannen hebben quality, ze kunnen in feite veel doen voor het land, maar ze krijgen de kans niet. En dat is jammer. Dus mijn visie is nog steeds, ik geloof helemaal niet in de oude politiek. Ik denk in het geval dat we daadwerkelijk, als je Suriname nu wil redden, dan moet je even een periode hebben waar je een zakenkabinet hebt met topdeskundigen, toptechnocraten, geen geklets, geen familie dit en relaties dat en weet ik veel wat voor nonsens met allerlei andere emotionele dingen. Want anders gaat het land eraan, het volk gaat eraan. En daar hebben we niks aan. Zo simpel is dat. Punt, maar ja, punt is het moet gebeuren. Ja, ja. Maar staat men open voor een zaken?
kabinet, een deskundig kabinet, een kabinet met mensen met weet van zaken staan. Hoe kijkt men daar? Ja, kijk, die mensen hebben al de macht gevoeld. Hè. Als je macht voelt, dat is het probleem. Ja? Wanneer macht in handen komen van mensen die niet ermee willen omgaan, als ze het eenmaal voelen, gaan ze vertellen dat ze weg moeten. Heb je ja, het probleem. Maar het is niet moeilijk om de eer aan jezelf te houden als je ziet dat het niet gaat. Dat is toch ook. Ja, maar denk je dat ze dat hebben? Ja? Denk je dat ze hebben? Denken ze aan eer? Ik bedoel, dan zouden ze tenminste ook nog een gebied moeten hebben, toch? Dan praat je over de eer aan jezelf. Dat zijn mensen die ontwikkeld zijn. Als ik doormodder, best te doen. Ja. Maar een, ga maar daarvoor pleiten bezig. Ze luisteren niet eens en ze horen niet eens en ze gaan rustig door. Dat heb je weten. Je ziet toch ook even duidelijk ook dat het volk nu ook echt is van... Ze vertrouwen de regering niet meer. Ze kunnen praten als Brugman, ze kunnen doorvertellen, alleen mooie verhaaltjes geven, allerlei dingen nog meer. Het volk luistert niet meer. Ze willen niet eens meer luisteren en ze willen niet eens meer horen wat gezegd wordt, wat ze voelen. Ze voelen dagelijks, toch, hoe ernstig het gesteld is en dat dezezelfde leiders en de regering die het allemaal veroorzaakt. Dat voelt het volk gewoon dagelijks hoe erg het is. Dus ze gaan niet eens meer naar je luisteren. Met de tenen kwam vrouw Aladdin, toch? Alle die en dan kun je haar tien en ik je alle die tegen je mijn hoofd van je. En het gaat beter gaan. Je haar en ik te maar moord en het gaat mijn hoofd van je. Het gaat zeker beter gaan. Dus je 3 jaar verder was, gaat nu. Ik hou erg veel van je hoor en zeker nu. Maar die afro zou wiki toch van dit kan ik niet, dit wil ik niet. En nu na haar tien zo lang heren met wiki heel snel. Daarom betekent ik wat dat je. Die gaan pellen niet altijd. Je mag een man 3 keer maar excuseren. Dat is te veel, maar oké. En daarom moet je die vent offshore meteren, want dan is het niet goed. Okay. Hoe vaak heb je al excuses gegeven aan die president en die mannen van ons. Uh-huh. Ja toch? Ja. En ze bleven eigenlijk je verhaaltjes door vertellen. Maar ja. Ik zou blij zijn met 3 maal excuses. Dat is eigenlijk een beetje te veel, hè? Is heel veel. We moeten kijken. Dan moeten we in ieder geval kijken. Ja, maar dan moeten we eerst kijken hoe ernstig is dat hij dan dat hij met de hand gaat werken. Dan gaan we hem eerder natuurlijk een vreemde geven. Of te zeggen van luister op het primief, oké, en dan wegwezen. Maar afhankelijk natuurlijk van als de daden. Wie moet het overnemen dan? Want iedereen zegt van dat kan niet, maar alternatief is er niet. En het is mooi om te roepen van zakenkabinet, aristocraten en dat soort mensen. Maar ik hoor ze niet. Die zijn er niet. Ja, die het overneemt. Mensen die niks met politieke... technocraten bedoelen. Technocraten. Ik zit met andere dingen. Technocraten bedoel ik. Ik denk in ieder geval dat... Kijk, ik denk dat de staatsdeskundigen, die mannen die dat weten en juristen en die mannen, die zouden echt moeten weten hoe dat werkt, hoe dat gaat. In feite, misschien oud-president Wedenbos, die was toch ook een, hoe noemen ze dat weer, wat hij was. In ieder geval zou hij dus zijn mensen, en meneer Van der Zand, dat zijn meer mensen, denk ik, die weten hoe dat gaat met de staatinrichting en wat voor mogelijkheden er zijn. Mm-hmm. Maar om een zakenkabinet te willen, maar natuurlijk moet de president, denk ik, meewerken. Is er een roep om een soort Red Suriname, weet je, een paar jaren geleden toen Boutens het heel slecht deed, was er zo'n roep, Red Suriname. Is die er weer? Hoor je dat soort geluiden weer? Of is het nog niet zo? Ik denk dat je dat minder hoort en misschien nu minder, nog minder, omdat je weet een paar mensen die waarschijnlijk ook Red Suriname schilderen, die kreeg je kreeg natuurlijk in de media dat mensen die niet bang zijn, denk ik, om hun stem te laten horen. Omdat op allerlei manieren krijg je dat mensen ook worden opgepakt. En worden opgesloten. En dan hoor je dat het vanwege moordaanslagen, dit, dat allerlei dingen kregen dan op hun konto. Dat allemaal, dat allerlei dingen gedaan zouden worden door die mensen. Maar in ieder geval, die mensen hebben de moeite mee om nu zich te uiten. Mensen die ook met protestacties bezig waren. Toch? Dus de oppositie en tegenstander wordt mond doodgemaakt. Wat je ziet is dat mensen die probeerden om protestacties te organiseren, mm-hmm. dat op een bepaalde manier ervoor
tenminste dat het komt, dat mensen worden opgepakt. En dan krijg je dus dat de redenen dat wordt gegeven, is dat de mensen dus met allerhande zaken bezig waren, de staatsveiligheid, et cetera. Dus ik denk dat daardoor de mensen dus natuurlijk ook niet durven om op straat te gaan. Om te schreeuwen, red Suriname. Want ja, wanneer ze gevangen zitten, is het moeilijk om hun te redden. Dat begrepen ze ook wel, denk ik. Want ja, maar, gaat moeilijk. Maar je kan toch niemand oppakken omdat hij iets met woorden roept? Geweldloos. Vreedzaam. Nou, mensen zijn opgepakt geworden. Ja? Ja, toch? Ik zeg, mensen zijn opgepakt geworden, toch, met de mensen dat ze bezig waren met allerhande zaken. Ik bedoel, om maar heel simpel, kijk, mevrouw Asawina, toch? Of Asawini. Asawini. Uh-huh. Bij haar was het in ieder geval ook de eerste ding wat we hoorden in Suriname, dat was opgepakt worden, omdat ze dus smeerolie had gestolen in een supermarkt. Dat hadden we toch ook gehoord. Okay. En op een gegeven moment bleek dat ze niet eens smeerolie had gestolen. Ik bedoel, mensen kunnen natuurlijk... Kijk, wanneer ze denken, denk ik, dat je iemand bent die dingen zegt wat ze niet aardig vinden en leuk vinden, dan denk ik dat het niet moeilijk is om iets te verzinnen waardoor je opgepakt. En dat hebben waarschijnlijk mensen ook eerder meegemaakt. En vandaar dat men dus niet makkelijk meer durft, denk ik, om protestacties te houden. Oké. We laten het hierbij en ontzettend fijn dat u tijd maakte in uw drukke vakantie om toch ons te woord te staan. Asha Moongra. Zien we je binnenkort in Rotterdam? Wat zei je? Zien we je in Rotterdam? Ik hoop het. Ik doe mijn best. Oké. Dankjewel voor dit moment, Asha Moongra, live. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.